Om jonge talentvolle sporters de ruimte te geven om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs, heeft Stichting Lood Topsport Talentonderwijs opgericht. En ik ben vandaag bij een school die is aangesloten bij het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Gert, we zijn hier op een school waar ruimte is voor topsport. Hoeveel jonge topsporters zijn er in Nederland? Ja, er zijn natuurlijk enorm veel talent topsporters en topsporters in Nederland. Ik denk duizenden. Waarbij wij in Nederland en in Heerenveen met name de talenten toch wel heel duidelijk in beeld krijgen. Waar de kinderen intensief met sport bezig zijn. En dat in het onderwijs graag willen combineren. En aan welke eisen moet je voldoen om toegelaten te worden tot een school als deze? Ja, dat is een goede vraag. Dat is voor onze school wel lastig om te beantwoorden. We hebben landelijke toppers in ons onderwijs die we ook in een heel specifiek programma hebben. Individuele programma's, gepersonaliseerd onderwijs is daar een hele belangrijke. Waarbij de kinderen 3 uur per dag op school zijn. En daarin kunnen we realiseren dat ze toch de combinatie met school en sport optimaal kunnen maken. De tweede groep is de zogenaamde loodleerlingen. Die wij faciliteren met de loodregelingen. Die volgen voor 80% regulier onderwijs. En de andere 20% is toch wel aanpassingen in het rooster, in hun onderwijsprogramma. Zodat zij ook goed het onderwijs kunnen combineren met sport. En de laatste groep zijn de talenten in wording. Die hebben nog geen status, hebben nog geen erkenning vanuit een bond. Maar die willen we toch graag helpen om hun talenten verder te kunnen ontwikkelen. Het lesmateriaal dat de leerlingen van de scholen voor topsporters gebruiken, wordt voor iedere leerling op maat aangeboden door Sumario. Het platform houdt rekening met de prestaties, verlangens en voorkeuren van iedere leerling. Alex, in hoeverre verschilt het onderwijs voor topsporters van het reguliere onderwijs? Het verschilt heel erg. De leerlingen die trainen 2 keer per dag. 'S Ochtends vroeg na hun training komen ze hier binnen. En vervolgens gaan ze hier volgens het onderwijs. En als de training weer gaat beginnen, gaan ze weer naar hun training toe. En al met al hebben ze 3 tot 4 uur per dag voor hun onderwijs. Mm-hmm. En dat is de helft van het regulier onderwijs. Ja, precies. Dus het is eigenlijk een heel ander tempo. Duurt het onderwijs dan ook langer voor topsporters? Het hoeft niet. Het kan soms zelfs sneller. Want met dit systeem kunnen wij leeranalyses maken. En als een leerling een hoog niveau heeft in klas 4, VWO bijvoorbeeld, dan kan hij al in het 5e jaar examen doen, omdat hij dan het niveau al heeft gehaald wat hij moet hebben voor zijn eindexamen. Dus het kan zelfs sneller in plaats van langzamer. En een goede balans tussen sport en onderwijs is dus heel erg belangrijk. Hoe kan je als school daarbij helpen? Als school zijnde kunnen we natuurlijk bij helpen door dat leerlingen in hun eigen tempo kunnen werken en dat ze zelf hun toetsen kunnen plannen op het moment dat zij tijd hebben voor onderwijs en dat ze geen belangrijke sportevenementen hebben. We kunnen nu over kijken bij de sporters. Ze zijn nu bezig met Engels. Oké, leuk. Ze zijn nu bezig met een Engels les? Ja, dat klopt. Ze zijn bezig met de opdrachten die ze moeten of gaan maken. Want ze kiezen zelf natuurlijk. Ze werken nu in het systeem. Hoe werkt dat precies? Het systeem werkt als volgt. Leerlingen die bepalen samen met mij het niveau aan het begin. En vervolgens kunnen ze zelf aan de slag met het materiaal wat we hebben. Dus Roos is bijvoorbeeld bezig met C1 luistervaardigheid. Die opdracht heeft ze zelf gekozen. Ze kiest zelf het type opdracht dat ze maakt. De snelheid waarin ze het maakt. Het onderwerp. Dus er staan allemaal verschillende opdrachten in. En ze kan zo zelfstandig aan de slag. Dat betekent dat ik als docent heb ik niet meer een voor de klas rol, maar meer een coachende rol, een ondersteuner. Steun ik daar waar nodig. En als zij vragen heeft over de stof, dan help ik haar. Ja. En als zij zegt, nou joh, het gaat prima, het gaat hartstikke goed, dan laat ik haar met rust. Mm-hmm. En als de opdracht af is? Als de opdracht af is, dan kijkt het systeem kijkt het na. En dan Roos zelf ook. Dus ik ben ook met haar bezig dat ze zelf leert naar haar eigen werk te kijken. Dus dat is weer een onderdeel van de coachende rol. En vervolgens krijgt ze een tip. Of van het systeem. Dus het systeem kan zeggen van joh, zo, doe die opdracht of die opdracht. Of de docent zegt van joh, misschien is het slim wat je dat doet. Dus je werkt altijd samen. Alle partijen hebben hun rol. Klinkt goed. Ja, klinkt hartstikke goed. Het werkt ook fantastisch, moet ik zeggen.